the dog father working on this shit here. Check this out. Cause let me keep you safe. Yo, Toxic Move, zijn we aan? Ja toch, kijk uit, zijn we aan? Toxic Move hier, live vanuit het Stadhuisplein. Mag even terug. Assalamu alaikum. Stadhuisplein, altijd fijn. Kijk achter mij, bam, in de rij. Je weet, ik ben enigste Toxic Move, nieuw in het vlog game. Stadhuisplein. Dode herdenking. Plus Feyenoord speelt tegen Marseille. Uit in Marseille. En, bevrijdingsdag, en het is bevrijdingsdag, ja. Kijk die bloemen daar. Kijk die bloemen daar, bevrijdingsdag. Die bloemen zijn daar al sinds eergisteren of gisteren. Gisteren, Somalische chauffeur. Hij zegt, wat is daar gebeurd? Is daar iemand dood? Is iemand dood? Ik zeg ja, 80 jaar geleden. Je weet toch, hij begreep niet. Wacht, de chauffeur, Somalisch, Bangladesh, ik weet niet waar. Kom mee, kijk, check. Hier zit één klant voor mij bij, een paar klanten. We gaan vandaag pompen. Je weet toch, Feyenoord. En wat ik wou zeggen... Target zoals jullie zien, alleen Hollanders, dus Target 6, 8 barkie, dus de 6 en 8 barkie, bang, 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 is donderdag, je weet toch, donderdag live vanuit Koolsingel, kijk hier, hier is het balkon, je weet toch, en hier is een van mijn mensen, je gaat zien, ik ga jullie een mooie showtje geven, inshallah, geloof in mij, check mij, of kom het van mij, je weet toch, die woef, met de woef van E, en de E van Akkelo, je weet toch, woef. Stadhuisplein, altijd fijn. Check voor meer en abonneer. Taxi Woef, YouTube, Taxi Woef. Abonneer, geef een like voor deze meneer.
Stadhuisplein, altijd fijn. Stadhuisplein, altijd fijn. Ik slaak je kanker, echt, kom daar terug. Kankerboos, echt de meeste mensen. Kanker, man. Zo. Echt, een beetje stoer met andere gozer. Petit is mij af laten voeren. Ik heb het drie keer af laten voeren, drie keer weer binnengekomen. Meen je het nou? Ja, joh, via voor je ingang. Wee, dan ging ze weer stoer. Nee, hij valt me aan. En nou stoer wel. Shit. Je bent heel je leven Feyenoord supporter, hè? Ja, man, achtste jaar, man. Ik ben er geboren bij Sint-Klaren ziekenhuis, ben ik geboren, man. Taxi Woef hier, met Feyenoord 1. Hey, de Jong, en we zitten fucking in de taxi, terwijl de wedstrijd bezig is. Taxi Woef. Ik ben wel van die kankertijd. Hij is er net uitgezet, hij is er net uitgezet. Als tijdvriendin is nog daar. Gebruik mij. Die tijd laten we lekker gaan. Hij is emotioneel. Hij is emotioneel. Ik heb hem opgehaald van Stadhuisplein. Daar is altijd alles fijn. Dat vind ik ook fijn. Je weet toch, natuurlijk, dat wordt kortingsritje. Dat is ook fijn. En Legioen. Legioen zit hier naast mij. Je weet toch, je bent Rotterdammer toch? Ja toch, ik ben geboren in Rotterdam. Sint-Klaren ziekenhuis geboren, maar naar Varkenoord voetbal. 34 jaar geleden. 34 jaar geleden. Feyenoord in hart en nieren. Feyenoord hart en nieren, rood wit bloed. Ik ben nog steeds net zo gek als 34 jaar geleden. Ja toch. Je hoort het. Alleen in West hoor je zulke dingen. Ja toch. Deze jongen, ik zeg, ik heb YouTube kanaal. Mag ik je vloggen? Ik vind jouw interessante materialen. Hij zegt, ja tuurlijk jongen. En echt, hij is eruit gezet voor een klein akkerfietje. Had een Thaise vriendin, maar is niet meer zijn vriendin volgens mij. Maar daar heeft hij helemaal uitgescholden. Helemaal. Maar dat is niet voor YouTube, want die schelde shit. Niemand kan schelden als Rotterdammer. Ik zeg gewoon, de Thaise moet uit Nederland. Thaise allemaal oplichters, dus jongens trappen niet in. Thaise meiden, nee, hier bij het leven. Geloof mij nou maar, ik weet er alles van. Taxi Woef. En dat is Taxi Woef. Taxi Woef is de naam. Nee, Taxi Woef met een E, want ik neem ook honden taxi mee. Taxi Woef met een honden mee, ja, ja Taxi Woef met een E. Voilà, deze is psycho. Jullie zien twee psycho's. Bij elkaar, IQ'tje of 30, maar maakt niet uit, wij vinden alles prettig. Is genoeg. Hard is genoeg. Wallah, ik ken hem niet, mensen. Hij weet niks van mijn YouTube kanaal. Hij zegt, je mag erin. Gewoon normaal. Woef, woef. Ik ben nog teruggegaan naar die vriendin, maar je weet toch. Is niet wederzijds, die liefde. Ik weet al, anders zat ze met ons in de auto. Ik weet het. En deze emotionele jongen, net als ik. Je weet toch. En wat ik zeg, wou is operatie Capelle. We komen van... Kijk, hoor. We luisteren naar de radio, hoor. Mee terug. 0-0 dus de stand. Na 17 minuten Feyenoord nog geen echte grote kans tegen. Zelf ook nog niet gehad. We hebben dat schot gezien van Payet. Maar daar lag goed Marco Senesi in de baan van het schot. Ah, ja, Payet. Die vrije trap, die diezelfde Payet... Payet, maar we hebben het nu over een Duitse slet. Je weet toch, of Thaise slet. Je weet toch, dat is niet leuk. Wij, niet vertrouwen. Ik heb zoiets van, altijd, ik zeg je ook als taxichauffeur, ik heb zoiets van, samen uit, samen osso. Ik bedoel, samen thuis, samen uit. Maar ik zie, niet alle mooie vrouwen zijn van die dingen, weet je. Sommige vrouwen zijn net als profvoetballers. Waar ze de beste aanbieding krijgen, daar gaan ze. Ze denken dat ze een goede aanbieding krijgen. Maar schijn bedriegt meestal. Je mag serieus weten, ik kijk de hele week naar dit uit. Ik ben gewoon kanker, emotioneel, gewoon of zo genaaid. Word vier keer uitgezet door die tijd. Ik denk met een andere man te kunnen flirten en alles. En ik word uitgezet door beveiliging. Dit was mijn week om fijn te kunnen kijken. Ik ben nou echt helemaal gek in mijn hoofd, man. Nee, serieus. Ik kan maar huilen, man. Echt waarom serieus. Ben je niet in Marseille? Doe je gordel, broer, alsjeblieft. Die piep, piep, piep. Doe je gordel. Waarom ik niet in Marseille ben? Omdat ik nog geen paspoort, niks heb. Omdat ik uit een moeilijke situatie kom. Moeilijke situatie. Yeah. Ah, deze man, hele motje, hij heeft ook kinderen, je weet toch? Ik ben net van mijn enkelband af, dus. Ik ben net van je enkelband. Ga jij ook naar die harde kernvak als jij naar Feyenoord gaat? Ja, niet daar, maar ik ken iedereen. Oké, je hoort het. Taxi Woef, nieuw in de vlog game. De Kuip, je weet toch, van de Kuip staat hij is blij en altijd fijn. Je weet toch, ik stier met mijn nieuwe broeder. Hoe heet je, broer? Mitchell de Jong. Mitchell de Jong. Iedereen mag het weten, Mitchell de Jong in de house weer in Mitchell Capelle. Mitchell 34 dus Capelle. Zoek, Mitchell. Ik zit weer in Capelle, jongen. Mitchell de Jong. Echt zo'n Hollandse
Rotterdamse achternaam. Allah, la, Taxi Woef, nieuw in de vlog, gang. Van sociale dienst naar social media. Weet toch, check mij, like mij of kom het van mij. Weet toch, Taxi Woef, ga jullie verlaten, we zijn er bijna. Weet toch, gun deze meneer een like of wat dan ook. Gun alleen leuk. En voor een leuke ritje, weet je waar je moet wezen. Weet dan, Taxi Woef, nieuw in de vlog, gang. Ciao. Kankertij ben je, echt. Hoor je wat ik zeg? Nee, niet zo, kankerdebiel, nu! Dat denk ik echt bij de maat te hebben, kom zo, de kanker, kanker, alles weggelaten. Ga lekker naar de kroegje in de buurt. Yo, Mitchell. Yo, ben jij in de buurt of niet? Ja, nou verleer eens rondeel. Als je in 20 minuten bent, ben ik weer weg, ja? Hij vindt het mooi. Ja, ik vind het leuk. Ja, maar zo ben ik. Ja, ik zie het. Ik zie het. Ik zie het. Ik zie het. Hoe lang ga je met haar? Hoe lang? 8 maanden? 9 maanden. Eerste keer dat je met vrouw naar de Feyenoord gaat, gelijk klaar. Ja, gelijk met kanker, keer. Relatie van 14 jaar achter de rug en nou komt deze op hem poepen. La, la. Ik ga zeggen wat ik ga doen op kanker. Jullie zien het, bro. Ik ben 2 jaar jullie niet bij Feyenoord geweest. Dus hey, mag ik bepalen wat ik ga doen. Hey, als deze man... jaar geeft van zijn paard op trek, ja of nee? Tuurlijk. Als deze man Turk was, hij zou eerwraak plegen vanavond. 100%. Als hij Turk was. 100% zegt hij. Voilà, deze is echt de OG. Bloedgroep OG. Je weet dat. Voilà, rechts, links. Ja, zo, maakt niet uit. Ja. Links. Ga jullie verlaten. Zoom maar op. Mitchell de Jong op Mitchell internet. Ah, jullie ook. Capella. Ook witte jongens, vrouwen. Witte vrouwen. Als jullie een goede man zoeken. Maakt niet uit. Toch, ja, ik ben gewoon vindbaar. Trauma helikopter. Intensive care. Alles politie. Maakt niet uit. Alles aan Taxi Woef. Nieuw in de vlog. Gang. En als jullie meer willen zien, dan neemt Taxi Firma mij contact op. En dan gaan we echt een filmpje maken. Jullie horen het. Ga jullie source en chemie. En we hebben onze gratis ritje. Ciao. Dus een kortingritje. Ja, jongen, hard rennen of niet? Nee, niet nu, broer. Rustig. Check mij, like mij, volg mij. Hoor het van mij.
hoek. Taxiboef, je weet toch, wij vanuit de vlog gang. Rotterdam Centrum. Check deze. Wajo. Taxiboef. Nieuw in de vlog gang. Als ik nou geen lijntje verdien. Let me keep you safe. Woo, motherfucker, woo, motherfucker.